Renate wil de hele tijd naar haar pleintje. Ja, maar volgens mij moesten we dan een trapje af, maar dan kwamen we denk ik van de andere kant. Nou, Renate, kijk eens wat ik daar zie. Je moest een trapje af. Ja, zie je wel, dan kwamen we van de andere kant. Maar we hebben het over hetzelfde pleintje. Ja. Maar dat is wel fijn. Jij hebt toen voetbal gekeken, weet je nog? Ja. Nou mensen, kijk eens. Het ziet er ook gezellig uit. Daar heb je ook een eentje langs staan. Renate haar pleintje. En daar hebben we toen voetbal gekeken. Ja. Ik weet niet meer wie. Tegen wie. Dat weet ik ook niet. Maar het was wel gezellig. Hier, oh, hier heb je die open. Nou, ik wandelde maar achteraan, want Renate wil graag nog wat bekijken. Mm-hmm. Jumbo zak thee. Oh, kijk. Super. Ja hoor, we gaan eten. Eten, Renate. Nou, had Renate net een massagesalon ontdekt, maar nu weer eentje. Want het zal toch eens twee dubbeltjes goedkoper zijn. Nou nee, het is dezelfde keten, dus ik ga ervan uit dat het hetzelfde kost. Maar We hebben wel Nederland. Ja, Hollanda. We hebben besluit genomen. We gaan naar de Ierse kroeg. Ierse pub. Ja. Ah, maar film dat nog even, dat Robert symbool. Ja, zo mooi, hè? Ja. Ik vind het echt een enorm gezellig pleintje. Ja, daarom heb ik Batsen niet meegenomen. Nou, maar, nee, maar toen was Koronings, hè? Toen was er niks open. Nee, oké. Okay. Dus de volgende keer... En Batsen heeft last van zijn stappetjes, hè? Aan het lopen. Ja, maar als Batsen... Want dan moet je die hele drie minuten moet je met een taxi doen met Batsen. Nee, als Batsen hier weer een keer komt, dan neem je hem mee hier net. Ik kan niks beloven, Renate. Nee, hoor. Nou, dag Batsen. Dag.